Yo, wat dan mensen, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal GamesRew. En in deze video, zoals je aan de titel kan zien, is kanalen beoordelen terug op mijn kanaal. En zoals je ziet heb ik heel veel video's geüpload de laatste paar maanden eigenlijk. En ik had zeg maar één grote boom op mijn kanaal en ik dacht van weet je, de laatste aflevering van kanalen beoordelen is helemaal overrompeld met allemaal andere video's. En het is nooit echt meer teruggekomen. Het is alweer een maand geleden dat ik hem heb geüpload voor het laatst. Dus ik dacht van weet je, ik wil jullie kanaal gaan helpen. Ik wil mijn tips aan jullie geven over hoe je je kanaal kan verbeteren. Zodat je wat kan groeien. En natuurlijk, hoop ik vind je het natuurlijk nog steeds een chill idee. Dit wordt natuurlijk, dit is gewoon een serie. Dus we gaan beginnen naar de intro. Dus tot zo. Zo mensen, we zijn natuurlijk bij het eerste kanaal aangekomen en het eerste kanaal heet Kijk Je Lijp. Linkje van de kanaal staat trouwens ook in de beschrijving. En we gaan gewoon beginnen met het eerste kanaal. En ik vind het al super ziek, die banner. We gaan natuurlijk gewoon bij de banner en het design beginnen. De banner ziet er super tof uit, ook met die soort van driehoekjes erin. Het ziet er gewoon ziek uit, gewoon lekker een eigen stijl natuurlijk. Hij is volgens mij gedesigned, ik kan het niet lezen door wie, C. Jocks denk ik. En ja, het ziet er wel super uit. Jullie zijn gewoon goed uitgeknipt, dus dat ziet er gewoon pro uit. Als je geen banner kan maken, jongens, laat het iemand designen. Want het ziet er altijd gewoon lekker vet uit. En de logo is natuurlijk geel aan de achtergrond, zeg maar. En dat zie ik niet in de banner. Dus ik weet niet of dat de bedoeling was dat het juist iets anders werd. Het ziet er namelijk wel het mooiste uit als het logo een beetje bij de banner mengt. Maar oké, want sommige mensen hebben natuurlijk een heel andere profielfoto dan de banner. En ja, je moet gewoon zelf weten wat je er mooi aan vindt. We gaan naar over toe. En jullie hebben ook al lekker trouwens de 1000 subs gehaald. Dus dat is wel goed jongens. Zo, wow. De beschrijving ziet er gewoon super sick uit. Gewoon lekker vol. Jullie zeggen natuurlijk wie je bent. Dimitri en Jan. En dat is gewoon ziek. Jullie zeggen wat je uploadt. En ja, dat is gewoon ziek. En natuurlijk veel linkjes. Dus geen probleem. Het is gewoon lekker jongens. We gaan even naar jullie afspeellijsten kijken. Oké, nice. Lekker veel afspeellijsten. Dat ziet er altijd wel goed uit. Oké, bijvoorbeeld iemand is best wel fan van jullie bij Egg Wars en hij wil dat terugkijken. Dan kan je gewoon even naar die afspeellijst gaan. Weet je, dan hoef je ook niet heen tijd los te zoeken van, hé, waar is Egg Wars? Dan kan je het gewoon in de mooie afspeellijsten vinden. Dus afspeellijsten, jongens, zijn echt belangrijk. Dus, en jullie hebben dat goed ingesteld. Dus ziet er tof uit, jongens. We gaan even naar video's. En de thumbnails... Jullie hebben hier een hele andere... Oh, ik zie het al. Holy shit. 1, 2, 3, 4, 5. Mijn tip is nu, ik zou wat livestreams gaan verwijderen. Ik heb er ook een paar op mijn kanaal staan. Maar ik zou geen 11 livestreams op mijn kanaal laten staan. Want het ziet er gewoon wat slordiger uit, weet je wel. Hier heb je 3 dezelfde thumbnails. Hier ook weer 5, 6 zelfs. En jullie zijn 9 uur live gegaan? Oh ja, 12 uur stream. Oké, shit. Maar ik zou gewoon wat livestreams gaan verwijderen. Bijvoorbeeld die 12 uur livestream is best een belangrijke livestream geweest. Die zou ik dan bijvoorbeeld houden. En gewoon de andere livestreams, bijvoorbeeld deze, zou ik gewoon verwijderen. Het ziet er gewoon wat mooier uit. Het is natuurlijk mijn tip. Je moet het natuurlijk niet doen als je het zelf niet wil. Maar het is gewoon mijn tip. En deze thumbnails zien er gewoon goed uit. Jullie hebben gewoon jezelf erin. En dat ziet er gewoon ziek uit. Dat is natuurlijk altijd het mooiste. Met gewoon een lekker taxi. En we gaan gewoon even kijken, de 1000 subs special. Ik heb deze al gezien, dus we gaan even naar de dingen doen. Hier. Oh. Oh, shit. Jongens. Oh, dit is natuurlijk, het is een 2D opener. En een opener houdt dus in dat het zeg maar, je hebt bijvoorbeeld een video, een crossbar challenge... En er gaat bijvoorbeeld een intro af dat je half zeg maar de video nog ziet. En dat die intro dan steeds groter wordt en dan pas begint. En dat is hier dus niet gebeurd. Je moet die vierkantjes met een soort van color corrector in je Sony Vegas gebruik ik dan. Doen zodat het de video op de achtergrond blijft. En dat die intro er zeg maar 2D opener erin komt. Als je nog snapt. Ik leg niet zo goed uit, sorry jongens. Maar ik zou dit echt weghalen want het ziet er gewoon wat minder mooi uit. Ik heb te veel voor. Voor de rest gewoon een goede intro natuurlijk. Ja, ik zou dat echt nog veranderen. Dat is wel chill, dat hij gewoon op zijn... Nice. Dat is zijn verjaardag de 1000 heeft. 6,5 links. Wow! Hij zit helemaal te zuiveren en hij krijgt hem dan pas open. Echt mooi hier nog een keer.
Kijk, hij struikelt nog en hij heeft hem al open. Echt mooi, kijk. Fuck. Natuurlijk gewoon nice, dit is waarschijnlijk een crossbar challenge. En ja, met de strandbal, dat is wel nice, gast. Een soort van challenge in de challenge, dat is wel ziek. Nice. Lekker. Ja, dit is gewoon een goede video natuurlijk. Lekker veel weergave. Voor mij krijgen jullie de 50ste like en een abonneetje erbij. En ja, de beschrijving heb ik net ook al gezien. Gewoon super ziek. Jullie beantwoorden ook lekker veel reacties, sorry. En holy shit, jullie beantwoorden echt elke man. Holy fuck, daar kan ik nog wel wat van leren. Ik beoordeel niet zoveel reacties. Sorry jongens, maar ik probeer het wel zoveel mogelijk. Maar jongens, ik ga natuurlijk ook cijfers weggeven. En dit cijfer voor jullie kanaal is een mooie 8. Want het zit gewoon lekker goed in elkaar. Misschien de thumbnails en de livestreams nog iets minder... de livestreams wat verwijderen. En voor de rest... super goed jongens, gaan ze door. En jullie gaan zeker die 2000 binnenkort halen. Dus... super tof, we gaan naar het tweede kanaal. Zo mensen, we zijn bij het tweede kanaal aangekomen. En dit kanaal is van Lara, oftewel de dierenplaneet. En dit is natuurlijk volgens mij het zusje van Lucky. Die staat hier ook. Ja, dat. En jullie hebben natuurlijk allebei bandjes aan. Dat is super sick. Jij hebt ook zo'n vette animatiepoppetje van jou. Dat vind ik echt ziek. Als iemand dat voor mij kan maken... damn, gast. Dat is echt ziek. Ik vind het echt vet eruit zien, jongens. Oh, dat is ziek. Voor de rest, ik kan... ik heb een tipje voor je banner. Het zit er wat te veel kleuren in. Zeg maar, ik zou een beetje 2 kleuren pakken en daar een beetje mee gaan maken. Want je ziet hier bijvoorbeeld een wit en een zwart hier. Dat is bijvoorbeeld een kleur. Maar dan zie je hier weer Insta gekleurd. Die kan je bijvoorbeeld ook wit maken. En dan is dit weer groen. Als je snapt wat je bedoelt. Ik zou een paar... het zijn te veel kleuren, weet je wel. En jij bijvoorbeeld... je stelt ze een beetje roze, denk ik. Want je hebt een roze badjas en jezelf is ook roze. Dus ik zou misschien iets met een roze banner doen. Dat is gewoon een tipje. We gaan even naar je over toe. En even kijken. Zeg natuurlijk wie je bent en hoe oud en wat je maakt. Dat is gewoon super tof. Misschien kunnen er nog wat linkjes bij. Ik weet nooit eigenlijk wat je erbij moet doen, weet je. Je vertelt gewoon wat je doet op je kanaal en dit en dat. Dus ja, op zich, het is gewoon goed. Je kan er niet echt veel meer bij doen. Afspeellijsten, oké. Je hebt 5 afspeellijsten. Hoeveel video's heb je eigenlijk? Oh ja, oké. Je hebt 12 video's en 5 afspeellijsten... dus dat is gewoon goed, weet je. Je kan dan niet zoveel meer doen. En ik zag dat je een kanaaltrailertje had. Dus die gaan we even kieken. En dat is een unboxing. Hé, hey, waarom doet hij geen groot scherm? Bedankt. Nice intro. Kijk, dat is natuurlijk de 2D-opening, zeg maar. Dat het... ja, je snapt het. Je hebt ook... jij lijkt echt op Lucky, man. Ja, jullie zijn volgens mij wel zusje en broer. Zusje, of zus en broer. Ik weet niet, wie is de oude van jullie? Nou, het zal wel. Jullie zijn familie. Ja, de oude. Je gaat natuurlijk hier gewoon lekker een microfoon unboxen. Dus dat is wel ziek. Misschien kan je dat ook nog bijzetten bij de unboxing als titel. Microfoon en dan hoe die heet, unboxing. Want ja, sommige mensen vinden dat interessant, weet je. Die zoeken een goede microfoon. En als je dan een microfoon unboxt, dan denk je van... hé, ik ga hier eens even kijken. Dus gewoon voor de rest even zien. Ik moet even... oh shit, ik zag die weergave though. Oh mijn god. Je hebt bijna 800 weergave. Je hebt gewoon bijna dubbele weergave van je abonnee. Super tof. Super tof, Lara. En van mij krijg je ook een abonneetje erbij. Echt super ziek. Ja, hier hebben we Lucky hoor. What the fuck. Oké, het zal. Je beoordeelt je beantwoordt lekker veel je reacties. Ik zei weer bijna je raskies. Oh, het is echt triest, jongen. Dus dat ziet er gewoon super tof uit natuurlijk dat je dat doet. En we gaan even jouw... kanaal ook een mooi cijfertje geven. En jouw kanaal, Lara, krijgt van mij een 7,6. Dus ook gewoon een goede voldoende natuurlijk. Het ziet er gewoon goed uit. Je video's gewoon goed kwaliteit. Misschien de banner nog iets anders met de kleuren. Voor de rest, ga zo door, Lara. En je komt echt zeker wel, die 1000 die zie ik al aankomen bij jou dit jaar. Dat weet ik wel zeker. En dan ga ik de video hierbij afsluiten. Hopelijk vond je deze video natuurlijk weer leuk. Kanalen beoordelen gaat gewoon door. En laat even onderin de reacties achter... dat jij toestemming geeft omdat ik jou kan beoordelen. Het zou super tof zijn. En dan zeg je tot bij de volgende video. Later.